Het was vrijdag behelpen voor de klanten van Ziggo in Os en omgeving. Door een brand donderdagavond in een verdeelstation aan de Spaanderstraat in Os lag internet, telefonie en televisie van deze provider er helemaal uit. Vrijdag werd hard gewerkt om het probleem te verhelpen, maar dat duurde allemaal behoorlijk lang. Jan de Waal van de bibliotheek Os liet 's ochtends via Twitter weten dat hij wel een oplossing had. Nou, vanochtend dacht ik van ja, wij hebben internet en dat is gratis voor iedereen. En niet iedereen weet dat, dus dat heb ik ook weer verspreid over Os. En je hebt zo'n account, iedereen uit Os, en die pikt dat dan weer op. Dus er zijn dan duizenden mensen in Os die dan zien van oh, we kunnen internet in de bibliotheek. Ja. Maar levert dat inderdaad ook heel veel meer mensen op of valt het nog mee? Nee, het valt wel mee. Ik dacht, het zal heel storm zijn. Maar het is wel slikken voor veel mensen hoor, om helemaal verstoken te zijn van alles. Het liep dus niet storm in de bibliotheek, maar toch waren er nog genoeg mensen die speciaal voor het internet binnenkwamen. De Ziggo-storing was toch behoorlijk lastig. Ja, gisteravond was het al feest. Dus in de buurt kwamen we allemaal buiten. Dus hebben we er tot 11:30 maar buiten gezeten. Moet ik iets doen. En televisie ook niet. Geen telefoon, helemaal niks. Je bent wel zo wegvalt, heb je niks over. Dat is wel even afkicken dan meteen. Ja, eigenlijk wel. Want ik zit daar nog wel regelmatig achter de computer, internet en televisie. Maar als je niks hebt, ja, is wel lastig. Frank Smeets was 's morgens al naar de bieb gegaan, die toen nog dicht was. Daarna kreeg hij verbinding op een terras in de binnenstad. Daar heb ik een tijdje volgehouden, maar omdat het daar wat drukker werd en inmiddels ook 11 uur gepasseerd was en ook mijn batterij leeg begon te raken, heb ik even mijn werk onderbroken en ben ik hier naartoe gefietst. En toen was het probleem goed opgelost. Zo merk je maar weer hoe afhankelijk je bent, hè, van internet tegenwoordig. Ja. Dat klopt, dat zullen wel meer mensen in Os vandaag achterkomen. En verder trok de storing ook nog wat extra klanten naar de bibliotheek. Nee, ik kom hier niet zo vaak inderdaad. Als maar voor een vakantie ga of zo, dan kom ik hier. Maar vandaag internet lag eruit en de tv lag eruit, zag ik vanmorgen. Dus ik dacht, ik kom maar langs. Ik ga even kijken of er iets te lezen is. Paniek in de tent toen alles niet werkte thuis? Ja, goed. Ja, een beetje humeur is dan een beetje, hè? Want je bent toch in het dagelijks leven eigenlijk continu mee bezig. En nu was er in één keer niet, dus dan moet je iets anders verzinnen. Ja, wat? Ja, misschien iets te lezen dan. Vrijdagmiddag was nog niet duidelijk hoe lang de storing bij Ziggo zou duren. En of het internet thuis het weer zou doen. Is uw slaapzak meegenomen als het echt lang gaat duren? Nee, want het is maar eventjes weer dingen kijken en dan ga ik weer weg. Dus ik was wel dingen aan het regelen voor de vakantie. Dan grijp je toch mis.